Welkom bij weer een nieuwe NEC-update. En we staan dit keer bij de jeugd eigenlijk van NEC. In een ruimte die weer gebruikt wordt voor de opleiding. En dat heeft alles te maken dat de interlandwedstrijd van de dames vanavond in het Goffertstadion is. Dus we zijn even hier naartoe verhuisd. We staan wel lekker binnen, want het is slecht weer. En aan de muur hier alle shirtjes van de jeugdspelers van NEC. Wie zijn doorgebroken? Van Roy zie ik, Kalioglu, Proper. Ik zie Romani, Teunissen. Ik zie Odenthal, Sillissen natuurlijk, Van der Sluis. Van Ottelen. Het hangt hier allemaal aan de muur en het moet een aanmoediging zijn voor de jeugd wat hier voetbalt. Maar we hebben het niet over de jeugd, we hebben het natuurlijk over het eerste. En dan kijken we even terug naar afgelopen zaterdag. Teleurstellend was het, hè, tegen Almere City. Hoe kijkt de trainer er nu op terug? Nou, hetzelfde. Uiteraard teleurstellend. Alleen ja, weet je, we zijn nu aan de vooravond van nieuwe wedstrijden. Dus dan, dan ga je dat natuurlijk weer achter je laten. De dingen eruit halen die we eruit willen halen. En nieuwe tegenstander, dus nieuwe kansen. Ja, trainer Rogier Meijer heeft ook al een paar keer gezegd van ik zie een verbetering. Ik zie dat het steeds beter wordt. Nou moet ik zeggen, nou heb ik dat in de afgelopen twee wedstrijden zeker niet gezien. Hè. Ik vond Heerenveen al niet beter. En als je nu kijkt naar Almere was het spel zeer zeker niet beter. Wat vindt hij daar zelf van? Nee, klopt. De laatste twee wedstrijden zijn zeker voetballend gezien mindere wedstrijden geweest. En nou ja, die constatering hebben we denk ik allemaal ook direct na de wedstrijden gemaakt. Dus dat is geen verrassing. En dan ga je kijken, oké, ja, waar zit hem dat dan in? Nou, twee verschillende wedstrijden, dus daar zijn we wel mee bezig. Hè. Tegen Almere werden we natuurlijk heel snel onder druk gezet. Tegen Heerenveen iets minder. Nou, daar probeer je naar te kijken en daar probeer je aan te werken met elkaar. Daar probeer je opties aan te geven. Nou, dan moet het leiden bij AZ tot weer verbetering. Ja, je pakt daar wel gelijk volgens mij iets waar jullie moeite mee hebben. Hè? Dat onder druk zetten, hè? Daar kunnen jullie maar niet onderuit voetballen. Hè? Nou, daar ben ik niet helemaal met je eens, want er zijn ook wel wedstrijden geweest dat ons dat wel is gelukt. Alleen dat heeft ook te maken met ja, de keuzes en de kwaliteit aan de bal, hè, en de opties die we daar elkaar in aanreiken. Nou, soms kun je ook de lange bal spelen, dat is helemaal niet verkeerd. Alleen ja, daar moeten de keuzes en de kwaliteit beter in. Nou, dat is de laatste twee weken niet gelukt. En dan de man waar het veel over ging de afgelopen week, de keeper. Want hij zat zomaar op de bank, Jasper Sillissen. Hoe heeft hij dat ervaren? Ik had graag gespeeld, maar goed, ik heb het duidelijk met de trainer besproken en de trainer heeft me duidelijk verteld hoe of wat. En ja, goed, wat ik zeg, ik had graag gespeeld, maar dat was niet. En dan is het zaak om zo te trainen om de volgende wedstrijd topfit te zijn, zodat ik weer kon spelen. Ja, ik kan wel voorstellen dat je dat niet gewend was natuurlijk bij NEC. Nee, maar het was ook om mezelf in bescherming te nemen, omdat ik pas een paar trainingen in de benen had. Dus ja, uiteindelijk moet je een bepaald niveau halen. Daar was ik op dat moment nog niet, ja, daar hebben we over gesproken, en, maar goed. En dan aan de trainer, wie keept er? Jasper gaat zondag keepen. Ja, die heeft je dus kunnen overtuigen dat hij er nu wel kan staan? Ja, zeker. En ja, ik heb volgens mij vorige week uitgelegd waarom ik tot die keuze ben gekomen. En nou, daarna hebben we zes keer getraind. Heeft hij uitstekend gedaan, zoals Robin het ook goed heeft gedaan. Nou goed, en Jasper is onze eerste keeper. Daar heb ik alle vertrouwen in. Alleen nu is hij verder dan vorige week. Ja, je zegt het is onze eerste keeper, maar je zei er wat onduidelijkheid na de wedstrijd. Nee, ja, ik kan me dat niet voorstellen. Want ja, weet je, ik denk dat geen enkele trainer na een gespeelde wedstrijd zijn opstelling voor de volgende wedstrijd gaat aangeven. En ook niet als het een keeperskwestie betreft. Dus ja, ik heb daar niet zoveel moeite mee. Ik weet waarom we die keuze gemaakt hebben en ik weet waarom we deze keuze maken. En dat leg ik ook uit aan de jongens. En ja, dat zijn mijn collega's / mensen met wie ik moet werken en de rest, ja, maakt me eigenlijk niet zoveel uit. Zondag sta je onder de lat en je hebt gezegd, ik ga het nul houden. Ja, dat is wel de bedoeling. Het is niet heel makkelijk tegen AZ dit jaar, maar goed, ja, kijk, wij gaan erheen om onze huidduur te verkopen. En als ik daar de nul kan houden, dan hou je in ieder geval een puntje erin over. Maar het zal niet makkelijk worden. Ja, en dan die wedstrijd van zondag. AZ is de tegenstander. Dat wordt een lastig potje in Alkmaar. Alhoewel NEC daar toch vaak ook wel een puntje weet te pakken. Bij zo'n tegenstander krijg je ook altijd wel ruimte om te voetballen. Alleen op het moment dat je dan ballen inspeelt, ja, dan moet het heel snel en heel zuiver. Want dan zitten ze er kort op. Nou, dat is ons de afgelopen twee jaar bij Vlagen gelukt. Dat is ook niet altijd geweest met geweldig voetbal. Maar wel met, denk ik, heel veel strijd. Heel compact spelen als we de bal niet hebben. Ja, en de kansjes die je krijgt er eentje in prikken. Ja, dat zal ook het soort van devies zijn voor zondag. Ja, aan de bal, als je kansen krijgt, moet je meteen er staan. Ja, want je krijgt niet 2-3. Dus je moet er meteen staan en je moet goed verdedigen met elkaar. En dan is het puzzelen voor de trainer van NEC, Rogier Meijer. Want ja, Bart Verrooy is er niet bij, die is geschorst. Hoe ga je dat dan oplossen? En dan is er ook nog die nieuwe speler.
En achterin ja, hebben we wel wat keuzes te maken. We hebben wel iemand er waarschijnlijk bij. Hè. Dat zal dan vanmiddag allemaal rond moeten komen, Sai. Dus die zou kunnen spelen. Ja, maar die heb je dan ook wel gelijk nodig? Ja, het is niet dat we 3 weken met hem kunnen wachten. Want op dit moment, Bart is geschorst zoals je zegt. Nou, we hebben jonge gasten bij Deliano Arts. Die moet er ook aan wennen aan dit niveau en aan de trainingen. Dus dat is prettig als we daar iemand bij hebben. Zeker ook omdat je nog een heel aantal wedstrijden te spelen hebt, ook deze week. Het klinkt allemaal wel een beetje als armoe. Mag ik dat zo zeggen? Als ik dan zie, ja, nog op het laatste moment nu een speler die geen club heeft halen omdat je wat problemen hebt in de selectie. Nee, ja, ik vind dat niet als armoe, moet ik eerlijk zeggen. We hebben gewoon de pech dat Brian Pereira lang is uitgevallen. Dat Bart nu geschorst is na 2 rechtsbacks. Lijkt me over het algemeen dat je dat in elke selectie hebt. 2 linksbacks hebben we. En we hebben nu gewoon een probleem op rechtsback. Omdat Brian, nou, denk ik, tot januari sowieso niet kan spelen. Nou, dan ga je kijken hoe je het kan invullen. En dan kom je bij Sai terecht omdat hij geen club heeft. Goed, we moeten dus niet verbaasd zijn als Sai gelijk ook gaat spelen of in de basis gaat starten tegen AZ. Zo hoog is dus de nood bij de ploeg van Rogier Meijer. Zondag, dan trappen we af om 16:45. Dus de laatste eredivisiewedstrijd volgens mij in die ronden. Kun je niet mee naar Alkmaar. En wil je de wedstrijd wel volgen, dan kun je dat doen bij RN7 natuurlijk. Bij mijn collega's van de radio. Wil je op de hoogte blijven van al het andere nieuws, leuke video's en dat soort dingen? Volg me dan even op X of op Instagram. En ook op TikTok zijn we te vinden. Dan vind je daar ook nog leuke extra videocontent. Wij zijn natuurlijk heel snel weer met een nieuwe update. Ik zeg graag tot dan.